Omdat er bij een zwangerschap na een transplantatie vaker complicaties op kunnen treden, wordt u altijd gecontroleerd door een van de gynaecologen in het Erasmus MC. U zult wat vaker op controle moeten komen, zowel bij de gynaecoloog als bij uw transplantatiearts. En dat komt omdat we de baby en met name ook u goed in de gaten willen houden. U zult relatief wat vaker een echo krijgen dan andere vrouwen die niet een transplantatie hebben gehad. En we zullen proberen om de controles bij het behandelend arts en de gynaecoloog zoveel mogelijk te combineren, samen te doen. Maar dat lukt natuurlijk niet altijd. Er verandert tijdens de zwangerschap veel in het menselijk lichaam. En dat kan ook effect hebben op de spiegels van de medicatie die u slikt tegen de afstoting van uw transplantatie. Daarom moeten deze spiegels ook wat vaker gecontroleerd worden dan buiten de zwangerschap. In de meeste gevallen kunt u gewoon vaginaal bevallen en dat brengt geen schade toe aan het transplantatieorgaan. En met name ook niet na een niertransplantatie, waarbij de nier natuurlijk vaak in het kleine bekken of heel dicht bij het kleine bekken, dus onderin de buik, wordt geplaatst. Als het niet lukt om vaginaal te bevallen, omdat er bijvoorbeeld een complicatie optreedt, dan is het nodig om een keizersnede te doen. Maar ook een keizersnede kan veilig en zonder problemen worden uitgevoerd bij iemand die een transplantatie heeft gehad. Na de bevalling kon u ervoor kiezen om borstvoeding te geven. Sommige afstotingsmedicijnen kunnen wel in zeer lage concentraties overgaan in de moedermelk. Maar de positieve effecten van borstvoeding, zeker bij iets te vroeg geboren kinderen, wegen hier ruimschoots tegenop. En de meeste medicatie is eigenlijk veilig met borstvoeding.